wilt het me niet verbieden. U kunt het me niet verbieden. Een moeder die haar zieke zoon wil bezoeken tegenhouden. Al komen er 100 doktoren Palof aan te pas. En al melden zich hier ook 1000 mevrouw van der Hoeden. Als een patiënt zich nadrukkelijk uitspreekt tegen het ontvangen van bezoek, dan hebben wij dat te respecteren. Simon is ziek. Hij weet niet wat hij zegt. U interpreteert zijn uitspraken verkeerd. Hij is altijd tegendraads. Wie kent hem nou beter, u of ik? Hij werpt barricades op. Hij heeft inderdaad van de week een paar keer ziekenhuismeubilair tegen de deur geschoven, maar dat was om... Nou, wat kletst u dan? Mijn zoon wil... Uw zoon wil zich op zijn laatste dag ongestoord voorbereiden. Laatste dag? Ja, het is nou wel eens welletjes. We blijven niet aan de gang. We hebben alles gedaan. Ik zou echt niet weten wat ik nu nog... Geeft hem op? Bedoelde u dat toen u van de week tegen me zei dat duurt niet lang meer? U maakt hem beter. Begrijpt u dat? Ik sleep u voor de medische tuchtraad. Simon. Hallo. Luistert u eens even? Nee, ik luister niet meer naar u. Ik zal u wat zeggen. Ik kom mijn zoon nu halen uit het flutziekenhuis van u. Goed schikt of kwaad schikt. Had nooit in uw moordenaarshanden mogen vallen. U hebt natuurlijk altijd enge proeven met hem gedaan. Verblind door ambitie hem rare spullen toegediend. Hem opgeofferd voor dit wachtslepen van zo'n Nobelprijs. Ik ben onderweg naar u toe. Mijn zoon zal de beste behandeling krijgen die er is, al is het in de uiterste uithoek van de wereld. Mevrouw van der Hoed, uw zoon is beter. En vandaag gaat hij eruit, of je wil of niet. Is Simon beter? Simon is beter! Oh ja? Beter dan wie? Met wat? Oh ja, sorry, mam. Goedemorgen. Fijn. En wat uw opmerking betreft over mijn flutziekenhuis... Komt u weer thuis vandaag? Uw zoon heeft het hier zo naar zijn zin dat hij het liefst voorgoed zou willen blijven. Zuster van Drongelen heeft haar handen vol aan hem. Maar wij betalen ons verplegend personeel niet om doktertje te spelen of vadertje en moedertje. Of ik zie wat jij niet ziet. Vanavond krijgt u hem thuis afgeleverd, al gaat hij op zijn kop staan. Ik zie wat jij niet ziet. Hoe gaat dat precies? Het begint met een Z. Hou nou maar op, Simon. Dit heeft heus geen enkele invloed op je laatste routineonderzoek. Nee? Nee. Een Z. Zakdoek? Zoetje? Zonnebril? Zonnebloem? Zwanenbek? Zweer? Zwachtel? Zuigfles? Warm, zuster Bakker, die staat hier. Die staat hier al die tijd te wachten tot u eindelijk eens komt. Waar blijft u nou? Sorry. In dit mooie grote oude huis woont de weduwe Nel van der Hoed Smulders met haar 3 volwassen zonen. Volgens mij had Simon al veel eerder naar huis gekund. Waarom zijn ze niet uitgevlogen? Wat bindt hen? Het ziekenhuis heeft hem gewoon een week vastgehouden om lekker aan te kunnen verdienen. Jij nou? Ik versier Simons stoel. Houd toch op, moet Simon helemaal niks van hebben. Word eens een keer volwassen en ga ze fatsoenlijke meid versieren. Maak jij je over mij geen zorgen. Probeer jij maar liever zo gauw mogelijk weer een door mama goedgekeurd meisje aan de haak te slaan. Anders kom jij hier in grote moeilijkheden. Ik sluit vandaag een topdeal. Heb ik niemands geld meer nodig. Dan steek jij die hele erfenis maar in je babyreep. Echtgenoot van der Hoed, Karel, laatstelijk woonachtig, enzovoort, enzovoort. Godverdrie, dat is geen kattendrijk. Zo'n slordige 4 miljoen nalaat. Zijn testament nu bepaalt dat 250.000, dat is dus 1 miljoen, vol eigendom wordt van de weduwe. Dat bent u dus? Ja. Dan gaat 250.000 vol eigendom naar zijn uit de echtverbintenis met u geboren enige zoon Thijs.
blijft over 2 miljoen bestemd voor twee zonen van u ontsproten aan twee eerdere verbintenissen. Waarom laat uw man 2 miljoen aan twee rotjongens waar die niks mee van doen heeft? Ik ben bang dat ik ze nooit om me heen zal kunnen missen. Ik ben bang dat ze iedere miljoen te verteren zou vertrokken zijn. Du moment, een van mijn jongens, zonder mijn uitdrukkelijke toestemming het ouderlijk huis verlaat, verspeelt hij daarmee het hem toegedachte deel van een onder mijn bewindvoering vallende legaat. Naar mijn werk. Is dat all right with you? En ik ga spulletjes inkopen om Simon een extra vegetarisch feestmaal te bereiden. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis, het is weer zo laat. We zijn weer thuis, vast als een huis staat, waar het op staat. We zijn weer thuis, om ons naar buiten te gaan. En het past in elke straat, geen steen te laten staan. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis, en waar het op slaat. We weten wel weer welke kant het op gaat. We zijn weer thuis, het is weer raar. Het is weer feest, of we nooit zijn weg geweest. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. Oeh, we zijn weer thuis. Oeh, we zijn weer thuis. Hoe was het? Onuitzalig. Nou, kan Tieleke toch niet aan tippen. Het eeuwige boek bij het grutjes. Oh. Ja. Maar ik bedoelde eigenlijk meer wat daaraan vooraf ging. Hè? Niks? Helemaal niks? Ik kreeg altijd alleen maar van die op zwarte woudse edelhertenmest geteelde gordroge boegwaardgrutsen. Weg te spoelen met Tibetaanse jakboterthee uit een vierkant kopje. Nee, dit is wel even wat anders. Maar dat andere, is dat ook wel even wat anders? Oh! Oh, Gerebeer, wat jij allemaal bij mij weet los te maken. Nou, dat mag je wel zeggen. Mm. Jezus, Mina, wat een boel knoopjes zitten er aan die nieuwe duster van je. Maar het was alleszins de moeite waard. Het is echt heel mooi. En staat je ook prachtig. Het was bijna zonde om, maar ja... Gerard, hoeveel? 21. Wat? 21 knoopjes op de kop af. Tel maar na. Best mogelijk, maar hoeveel hou je van? Het is heel moeilijk in een getal uit te drukken. Zoveel? Ja, zo lastig te berekenen. Kijk, ja. Echte liefde gaat gepaard met een soort verstandsverbijstering. Waardoor het verschijnsel als zodanig voor de onderhavige participanten, zeg maar... Onderhavige participanten? Ja, ja, de betrokkenen zelf. Cerebraal vrijwel onbenaderbaar is. Oh. Want... om al die verschillende componenten waaruit dat bouwwerk... Bouwwerk? Is die tempel der liefdesbelevenis, waaruit die is opgetrokken... om die componenten? Die compositie te analyseren... dat vereist een afstandelijkheid en een koelheid... die op het moment suprême niet voorhanden is. Met jou kan ik praten. Maar ik zou die hele problematiek toch niet alleen willen toespitsen... Op goddelijke moment. Hoe je maar noemen wil. Maar, want... ja, dat is natuurlijk maar het topje van de ijsberg. Hè? Oh, misschien niet zo'n gelukkige vergelijking. Maar wat wou ik nou zeggen? Dat je van me houdt. Was ik nog helemaal niet aan toegekomen? Laat staan. Laat dat het... staan. Hè? Die liefdescomponent is dik in orde. Oh, wat kun jij toch allemaal mooi en plastisch zeggen? Mensen te denken. Wat is er nou? Zojuist is ingegaan mijn eerste werkdag van mijn baan als chef milieuaspecten van het gemeentelijk vervoerbedrijf Al Hier. Ik ben gewoon niet komen opdagen.
wil niet naar huis. Ik wil hier blijven bij jou, Babette. Simon, schatje. Dit is een ziekenhuis. Om hier te kunnen blijven, moet je ziek zijn. Oké, dan ga ik wel met mijn kop door de muur. Kan je me iets geven waardoor ik hier moet blijven? I can't give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of, baby. Dream a while, scheme a while, we're sure to find happiness, and I guess all the things we're sure to pine for. Gaat rustig liggen wachten wat voor test wij u in de loop van de dag nog verder willen laten ondergaan. Zo niet, dan wordt u vanavond niet met de ambulance naar huis gebracht. Oh, nou. Maar dan zetten we u nu meteen op straat. Zuster Van Drommel. Ja. U gaat nu hiernaast meneer De Bruin de ondersteek geven. Of anders de boel daar opruimen, want hij zal inmiddels wel weer alles ondergescheten hebben. Anders wordt u vandaag ook nog ontslagen. Je wel een keuze kunnen maken? Ja, ik volg de stem van mijn hart. Mooi. Ik kies voor jou, Wanda. Fijn zo. U had misschien eerst nog iets vooraf gewild? Ik opteer voor kikkermilletjes. Gadverdamme, weet je hoe ze die beestjes vangen? We halen ze gewoon hier achteruit het afvaderingskanaal van de kerncentrale. Makkelijk zat. Oh. En zeg maar kikkerbillen. Want het zijn zulke joekels met helemaal uitgestulpte, opgeblazen dikke reten. Je pakt ze zo, want ze zijn helemaal suf en doe dat warme water al half gaar. Juist, ja. Als ze al ergens naar smaken, dan smaken ze naar niks. Daar heeft onze kok wat op gevonden. Weet je wat? Doe mee maar gewoon een uitsmijter. Kunnen ze niet meer knoeien. Nou, onze kok wel, hoor. Ham meegebakken. Hoe is de aspergesoep? Die is op. Die meneer daar heeft echt het laatste bakkie. Mm. Nog verder aanlengen met maïzena zou echt opvallen. Over. Ja! Nou, wat doen we? Sorry. Ja, wij kijken nog even. We hebben geen haast. Nee, want in plaats van dat ik nou in zo'n duf, sfeerloze gemeentekantine tussen duffe ambtenaren met slappe koffie mijn 12 uurtjes zou wegspoelen, zit ik nu hier, weet je wel? Zo is dat. Huh? Mijn zuster had het allemaal nog wel zo mooi voor me geregeld. Dat ik nu eindelijk met dat baantje eens een tientjes onderhoud kunnen voorzien. En ze had voor een keurig flatje gezorgd met uitzicht op de Dwingelandse plas. Je hebt geen baan. Tineke is weg, die flat is verkocht en de Dwingelandse plas wordt gedempt. Het leven lacht je toe, samen met mij. Hm? We maken er een feest van, met Bob's alimentatie en zijn droomhuis. Die Dwingelandse plas is toch gedempt? Ja, mijn Tineke kan de kont nog niet keren of... Sorry, ja? Nee? Daar heeft mijn Bob nog voor gezorgd. Wilde de nieuwbouw plegen, zal nu wel een parkeerterrein worden. Het computerbedrijf waar ze hem uitgekocht hadden, is in het oude slachthuis getrokken. Ach, nou ja. U had het aan te merken op mijn kookkunst? Ho! Wacht even. Iets aan te merken op uw kookkunst? Ja. Nou, toen zijn we nog helemaal niet in de gelegenheid gesteld. Maar ik kan u al wel vertellen, als uw inzichten met inkopen van de wijn, als die in de pas lopen bij uw culinaire opvattingen... Dat wij dan in afwachting van het meer substantiële gedeelte van onze lunch graag nog zo'n flesje soldaat maken. Gloria! Pardon? Zoals onze eerste ontmoeting 10 dagen geleden ben je niet meer uit mijn gedachten geweest. Heb ik aan één stuk door van je gedroomd. Wat is dit hier voor gezeik? Hup, de keuken in. Op hun verzoek leg ik onze cliëntel iets uit. Ik moet plassen. Oh ja? Kom maar met mij mee. Gloria! Ik wist niet dat ze een kennis van je was. Ja, de aanstaande vrouw van mijn neef. Ze had al getrouwd moeten zijn, maar er kwam wat tussen. Die kok is een neefje van jou? Nee. Oh, die kok kwam wat tussen. Mevrouw Waanders. Mevrouw Waanders? Dat ik u hier ben mag begroeten. Zij kwam altijd met haar man dineren in mijn specialiteitenrestaurant, de gek geworden beter. Maar u kunt op mijn discretie rekenen, mevrouw.
Mijn Bob heeft hem in de tijd nog een computeradministratie aangesmeerd. Waardoor ik prompt failliet ging. Maar u ziet, ik ben weer uit mijn as gerezen. Mag ik u iets aanbieden, mevrouw? Over. Wat nou weer? Oh. Ja, meneer Pan. Ja, ik wist dat je terug zou komen. Ik had Govert Zwanenpark mijn ja-woord al gegeven. Maar op het laatste moment zag hij me toch niet zitten? Nou, ik wel. Schatje. Ik ben Wanda, Wanda Vaasbeek. Ik hoor het je nog zeggen daar in de bar van het Motten Hotel. Waar ik driedubbel overstuur mee had vol te gieten met sterke drank. Driedubbel overstuur? Mijn neef Simon had zich overboord geworpen. Mijn neef Grover dacht op het laatste moment geen huwelijk met Gloria aan. Hoef jij het nog allemaal niet aan te trekken? Nou, ik kon een huilende Gloria, haar tierende moeder, als mede een vloekende notaris Bornehuis brengen. Mag ik even uw zout? En de gemeentelijke vliegwielbus. Vliegwielbus? Zo'n milieubewuste aardgasgestookte vliegwiel bijgedreven autobus. Ja. Nou, vooruitlopend op mijn inmiddels verlopen aanstelling als chef milieuaspecten, kon ik daarover beschikken. Ja, die mooie bus gaat nu ook aan mijn neus voorbij. Maar waar was het nou? Snikkend en slempend aan de bar van het Molten. Mag ik ook even uw peper? Je vrouw heeft je net verteld dat ze je bedrogen heeft. Ach wel, nee, hoe komt u daarbij? Ik heb dat zelf ontdekt. Waar bemoeit hij zich trouwens mee? Toen kwam ik naast je zitten en ik zei, hi, ik ben Wanda, Wanda Vaasbeek. En toen pakte ik jou naar mij uitgestrekte hand en toen... Vielen we samen ruggelings achterover van onze barkrukken. Sorry dat ik er net zo uitviel, maar de huwelijksontrouw van mijn vrouw heeft mij nogal aangegrepen. Mag ik ook even uw mosterd? Wilt u ook mijn bord met eten? Oh, heel graag, dank u. Dat is erg vriendelijk van u. Mijn portie niertjes was namelijk nogal erg nouvelle cuisinaire uitgevallen. Dit is toch niet te geloven. Zeker die McGreffel met Jean Gabin gezien. Daar komt precies zoiets in voor. Daar zit op een gegeven moment McGreffel, dus heel romantisch met een meisje te eten en dan... Zullen we een bioscoopje pikken? Nee, maar over! Ik heb nog niet alles op. Mag ik betalen? Is ons aangeboden door de eigenaar, hoor. Mevrouw Waanders. Voor jou is het Wanda Vaasbeek, meneer Smulders. Mevrouw Vaasbeek is mijn meisjesnaam. Alleen voor de wet ben ik nog mevrouw Waanders. En om pecuniaire redenen hou ik dat nog maar even zo. Meneer Waanders, u bent mooi op tijd. Gaat u zitten, koffie? Misschien nog een beetje te vroeg voor een borreltje. Doe maar gewoon een kopje koffie, scheut je cognac waar ligt. Rustig nou. Wel, 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 daar zullen we maar rempel good old Bobby Waanders hebben. En hoe... Zo, dames en heren, het was mij een waar genoegen. Jezus! Knallige! Je komt als geroepen. Ik ben wel een keihard hoor. Er ligt hier iemand op apengaap. En het enige dat u schijnt te interesseren is een nieuwe zending hardware. Hij is dokter. Drankmisbruik, stress. En even oud doen op lawaai. Beetje kalm aan. Hè? Beetje begrip en een vriendelijk woord doen wonderen. Nou, vanavond vroeg naar bed en morgen schijnt de zon weer. Bedankt, Job. Alles goed met moeder de vrouw? En de kleine? Rustig nou, wat is het nou allemaal? Ja. Ik heb een paard over de Staleriaan in gedaan. Nou, vertel eens. Wat denk jij te bereiken met het in elkaar slaan van je ex-compagnon? Die Lambert van Hoek. Als een van mijn gewaardeerde medewerkers. Dat is een boef en een oplichter. Van Hoek is misschien een boef, maar het is in zijn eigen belang, sinds we hier binnen dit bedrijf samenwerken, dat hij mij niet belazert. Zijn maatje Gert Prinsen, die deugt voor geen cent. Maar die heb ik er inmiddels ook uit weten te werken. Waar zit die Prinsen nou? Zal ik hem ook even komen afrossen? Prinsen van Hoek en Waanders. Dat is waar en waar. Daar keek ik op tegen jullie frisse, jonge, dynamische bedrijfje. Wat was ik vereerd dat jullie interesse toonden in mijn thuis op mijn jongenskamer op oude computers uitgedokterde softwarepakketje. En wat was jij kwaad toen ze dat inderdaad steengoede pakketje van je probeerden te jatten. Maar jij was slimmer. Jij bent in actie gekomen. Ik ben met open ogen in een val gelopen. Ik, de genius en founder van Prinsen van Hoek en Waanders. Ik had al lang lont moeten ruiken toen ik achteraan moest staan. Achteraan staan?
dat het geen Waandersprinsen van Hoek mocht heten. Nee, het moest alfabetisch. Dat was cool. Alfabetisch? Maar dan zou het altijd nog van Hoek Prinsen en Waanders moeten zijn. Ja, dat zei Lambert ook, maar Prinsen zei het is van Hoek. En de V komt nog altijd naar de P. Oké. Okay. Je wou niks meer met ze te maken hebben. Je hebt je door mij laten uitkopen. Ik heb een meerderheidspakket weten te bemachtigen. En ik ben hier nu de baas. Wat wil je van me? Ik heb nu geld. Een mooie auto, een mooi huis, een mooie vrouw. Maar ze hebben mij... mijn baby afgenomen. Je baby afgepakt? Je kind ontvoerd? Mijn droom aan Diggel. Mijn ideaal aan schijf. I tell you what. What? Ik heb nog een afspraak. Ja. Wacht. Ik moet eerst even langs het octrooibureau. Godverdomme, nog praten met die stomme notaris Born. Even naar de bank. Dan zeg eens aandoen. Cadeautje kopen voor Simon. Blijf even zitten. Waarom? Ik wil jou hier terug. Misschien wil jij ook financieel deelnemen. Think about it. Blijf nog even uit de buurt van Lambert, oké? Je bent te goed. Jij bent te goed. We need people like you. Dat was een verdomd harde klap, Bob. Zeur niet, moest toch een beetje echt lijken. Moet je horen. Hij heeft een cashflow-probleem. Nou, kijk. Oh, shit. Koffertje vergeet. No hard feelings anymore. Ik ben me toch een cash cow op het spoor. Als wij het een beetje met elkaar kunnen vinden. Tot zo. Mij. Feestje bouwen? Ja. Als u per se weet. Welk feestje? Familiefeestje. Oh. Broer van me komt weer thuis uit het ziekenhuis. Dat is wat anders dan een gezellig uit de hand lopende schoolfuif. Waar heeft u het over? Ik ben klasleraar geweest. Oude rotbroer zeker, hè? Bij dat je even van die pestkop verlost was. Oeh. Nou, je kijkt niet bepaald vrolijk. Zo kijk ik altijd. Je kunt het mij wel vertellen, hoor. Misschien kan ik je ergens mee helpen. Ik ben aan het schrijven. Oh ja? Een gedicht. Over de eenzaamheid. En het onbegrip. Nee, ik schrijf een welkomstlied. Laat me nou even met rust, ja? Dit moet vanavond af. Wil het niet lukken? Heb je wel een wijs in je hoofd? Wijs? Ja, waar het op gezongen moet worden. Op de grote stille heide of... waar de blanke top der duinen. Of, nothing compares to you. Oh ja! En het moet goed rijmen, hoor. Dat is wel handig, natuurlijk. En goed rijmen. Liefst wel. Ja. Hoe ben je begonnen? Hé? Oh, Simon is weer beter. Zijn wij even blij? Blij. Jij? Dij, blij, sprei, vrij, dromerij, liefhebberij, neervlij. En wat iets meer zijn. Het is een gave. En ervaring natuurlijk. Goh. Zal ik even. Ik ben leraar Nederlands geweest. Voor mij is het een fluitje van een cent en jij hoeft niet meer zo te tobben. Het is een wip gebeurd. Nee. Maar... Nee. Zo. Dat is klaar. Maar dat is fantastisch.
Dank u wel. Je moet je gewoon even helemaal laten gaan. That's all. Zou ik dat kunstje ook kunnen leren? Als jij je er voor open wilt stellen, dan... dan wil ik je wel inwijden. Ja? Mm-hmm. Sorry. Liep ik wat te hard van stapel? Wat denkt u wel? Dat is van mij. Maar dat is mijn schrift? Ja, maar dat is mijn gedicht. Dat is mijn gedicht. Over jou. Ik kan niet meer. Ik ben dood op. Maar je hebt de volle week in bed gelegen. Laat hem maar. We zijn ook hartstikke stom. We hadden meteen met ons welkomstlied moeten beginnen. Nee, jij blijft. Hoor eens even, wie ben jij? Ik ben Sylvia. Ik heb jou gered. Oh ja? Mm-hmm.
Ik was het die jou in de golven zag verdwijnen. Maar ik ben toch op een luxe jacht gehezen dat mij naar de haven heeft gebracht? Ja, en nu kom ik mijn beloning opeisen. Maar neuk me! Neuk me! Oh.